Goedemiddag. Ik ben Robert Hoevers. Ik werk bij Lightyear. Nog niet zo lang, in normale termen gesproken. Sinds maart. Toen ik kwam waren we met ongeveer 30. Nu zijn we met 70. Dus dat gaat best hard. Een jaar geleden waren we met 10. We bestaan sinds begin 2017 eigenlijk. Wij maken eigenlijk de eerste consumentenauto op zonne-energie in de wereld. En we zijn hier op dit terrein een nieuwe Nederlandse autofabriek aan het starten. Dus minder kan ik er niet van maken. Lightyear, charged by the sun. Even hij wordt opgeladen door de zon. Dus die auto rijdt niet puur op zonne-energie die via het zonnepaneel binnenkomt en daarop rijdt. Nee, dat zonnepaneel wat op die auto zit, laadt de batterij en je rijdt op die batterij. Dus dat is dan waarschijnlijk al de eerste vraag. Je kan hem ook gewoon opladen op het grid. Als het regent. Als je heel lang in het donker wil rijden. Ik zal beginnen met een videootje om een beetje in de sfeer te komen. Earth, our beautiful little planet, a place to live, to discover, to travel. As humans, we have always loved to move around. For thousands of years, we've done it using the energy that Mother Nature gave us. We discovered that we could go further and faster by digging up and burning what nature had created. And now, we travel the planet like never before. The total distance we cover each year using fossil fuels is just over 9.5 trillion kilometers, one light year. Our goal is to let people travel the same distance using only the power of nature before the year 2035. We set out to develop a car that directly uses nature's biggest source of energy, the sun. It is here today, tomorrow, and it will be here forever. As pioneers in this field, we have been building prototypes for years with great success. And now it's time for a giant leap. Traveling the distance of a light year using only solar energy. That is our mission. Dus dat is onze missie. Hè? Dus iedereen in de zon, iedereen op eigen energie, iedereen emissievrij. En niet alleen emissievrij in de auto, maar in de hele keten. Nou, wij zijn afkomstig, eigenlijk een spin-off van het zonneteam Eindhoven, van ITU Eindhoven. We hebben 3 keer gewonnen, 2013, 2015 en 2017. Er zijn dus mensen die zeggen, wat jammer dan van die races in 2014 en 2016. Maar het is een tweejaartje race. We hebben het allemaal. Daar zijn we heel goed in. Wij niet alleen, TU Delft ook. TU Twente ook. TU Delft doet mee in een andere klasse. Dat zijn die hele platte auto's met een eenzitter. Ik kom van de TU Delft, dus dat vind ik ook heel knap. Auto's, dus de cruiser klasse zoals het heet, daar kan je dus met 4 personen in zitten. Om je een idee te geven, die auto daar links die kan 1500 km rijden op 1 batterijlading. Want ook hier zit een kleine batterij in, 15 kWh, ik weet niet of het u wat zegt, maar Tesla heeft 80 of 100 kWh, kan die 1500 km rijden. Toen wij door de woestijn reden in Australië, met 72 km/u, met 4 personen in de auto, was deze auto nog steeds aan het opladen. Dus dat geeft een idee, de energiebalans, over hoeveel dat dus technisch gezien gewoon kan. Dus niks wat je hoeft uit te vinden, het kan gewoon. De enige uitdaging is van, ja, hoe maak ik nou van deze prototypes, hoe maak ik er nou echt een consumentenauto van? Dat is een heel ander. Maar het is niet een research verhaal, het is een engineering verhaal. Nou, we hebben prijzen gewonnen. De reden waarom een zonauto interessant is, hoef ik bijna niet uit te leggen. Het is gratis, het gaat vanzelf, het is uitstootvrij, je hebt vrijheid, je kan overal heen rijden. Maar er zijn ook dingen die mensen niet zo snel beseffen doen.
Bijvoorbeeld in een deelplatform waar we naartoe gaan in de toekomst. We gaan naar elektrisch, we gaan naar delen, we gaan naar autonomie. Dat zijn die drie cirkels waar iedereen het over heeft. En speciaal in een deelplatform. Het is vrij vervelend als je je auto uitleent en je krijgt hem leeg terug. Nou, dat is een deelplatform, een heel bekend fenomeen. Dat is die auto's komen dan leeg ergens te staan. En dan moet je iemand heen in die auto weer om een laadpunt te brengen of benzine in te gooien. Nou, dat geldt dus bij ons niet. En laat mezelf weer op. Nou, wat is het dan voor een auto? Het is ongeveer het formaat van een Tesla Model S. Het is een vierdeurs, vijfzits, familieauto. Met zonnecellen op de motorkap, waar geen motor in zit. En het dak. Daarmee halen we ongeveer 800 kilometer range. En in het beste geval, dat is niet in Nederland, maar in een land waar heel veel zon is, dan hou je ongeveer 20.000 zonnekilometers per jaar. Dat wil zeggen, dat noemen we zo, dat zijn 20.000 kilometers puur op eigen opgewekte zonne-energie kan rijden per jaar. In Nederland hou je ongeveer 10.000 kilometer. Dus nog steeds de helft van wat een gemiddelde automobilist rijdt. Dus dat is significant. Maar daar komt bij dat deze auto extreem efficiënt is. Want dat is de manier om het te doen. De enige reden waarom wij op zonne-energie kunnen rijden is omdat onze auto extreem efficiënt is. Nou, daar gaat het laatste nummer over, die 13 kilometer per kilowattuur, zou je misschien niet heel veel zeggen. Maar als ik u vertel dat een Tesla rijdt ongeveer 4,5 kilometer op 1 kilowattuur, dan rijden wij ongeveer drie keer zo ver op diezelfde kilowattuur. Dus wij zijn drie keer zo efficiënt. Dus in die 20.000 kilometer die je rijdt in een jaar, is die 10.000 kilometer rijden op de zon, gratis, gaat vanzelf. Die andere 10.000 kilometer rijd je drie keer zo efficiënt. Dus in het totaal ben je 6 keer zo efficiënt. Dus 6 keer minder CO2 uitstoot. Dus, en de Tesla is al vrij goed, hè? Dus daar kan nog heel veel aan verbeteren. Hier gaan we ook staan. Ja, we hebben ongeveer 5 vierkante meter zonnecellen op dat dak. En dat is wel een kunststukje, want dat is niet zo'n plat dak als in die studentenauto's, maar dat is een heel mooi driedimensionaal gecurved dak, die ook nog eens in twee assen gecurved is. Dus dat is heel erg moeilijk om daar heel mooi zonnecellen op te leggen, daar een heel mooi product van te maken. We zijn de enige in de wereld die dat kunnen. En dat is ook echt nodig, want het moet een hele mooie auto worden. Die auto ontwerpen niet zelf. Dat wordt gedaan door de hoofdontwerper van Pininfarina. Die heeft zijn eigen ontwerpbedrijf gestart in Italië, dat heet Can Studio. Hij heet Louis Vermeers. Hij gaat over 2 weken hier onze fabriek helpen openen. Mocht je erbij willen zijn nog bij die opening, dan kunt u een kaartje halen, nodig ik nog uit. Het is ook een interessant netwerkevenement. Er komen veel politici uit Den Haag, bestuurders en 500 mensen. De hele automotive wereld uit Europa komt daar ongeveer naartoe. Louis ontwerpt de auto en het wordt echt een prachtige auto. Ze werken daar met 5 man fulltime aan in Italië. En over 2 weken dan laten we dus de eerste mock-ups zien. Een mock-up is een eerste driedimensionaal model van de buitenkant. Nou, nog wat informatie over de auto. De reden waarom wij zo'n efficiënte auto kunnen maken, is eigenlijk om een paar aspecten. Dat gaat in eerste instantie om gewicht. We maken een lichte auto. De auto weegt ongeveer 1200 kilo. Dat lijkt heel wat, maar dat is ongeveer de helft van een Tesla. Dus dat is belangrijk. De elektrische efficiëntie, nou, dat is allemaal heel technisch. En het belangrijkste is de aerodynamica. Een extreem aerodynamische auto. Dat doen we onder meer door de aandrijflijn volledig in de wielen te stoppen. We gebruiken inwielmotoren. 4 motoren in ieder wiel. Dat is een heel bijzondere techniek. Wij zijn de enige in de wereld die dat gebruiken. Ik mag je direct weer vergeten, maar dat heet axial flux. Ik zei het gisteren nog in de presentatie en toen dacht iemand dat wij een flux generator in de auto hadden. Weet u dat nog? At Back to the Future? Ja. Hadden ze, Marty? Nee? Ik ging met een flux generator. Anyway, de axial flux motoren die hebben een heel laag gewicht en kunnen heel veel torque per kilo genereren. En datzelfde bestaat om dus die aandrijflijn volledig in die 4 wielen kwijt te kunnen. Dan hebben we dus geen versnellingsbak nodig, geen differentieel, geen aandrijfassen van voor naar achter, geen aandrijfassen van links naar rechts. We hebben geen reductie nodig, dat hebben we allemaal niet nodig. Kan niet stuk gaan, zitten geen verliezen op.
Sorry? Goedkope auto. Yeah. Ja, goedkope auto. Nu nog niet, maar straks wel. Nee, maar straks zeker wel. Maar nu is hij nog duur, omdat we nu nog aankijken tegen hele lage productieaantallen. Maar die aandrijflijn is dus inderdaad heel goedkoop. En dat maakt dat we tussen de wielen complete ontwerpvrijheid hebben voor de package. De package is de bestuurder, of de passagiers, en bagage en de aerodynamica. Die auto die kan dus heel aerodynamisch efficiënt gemaakt worden. En daar bereik je een aerodynamica mee die 20-30% lager is dan alles wat er is. Extreem belangrijk. Mensen willen dat wel eens vergeten hoe belangrijk het is. Maar om je voorbeeld te geven, die auto van de TU Delft, die zonneauto, die heeft net zoveel luchtweerstand als de spiegel van een vrachtwagen. Als hij wel eens tegen de wind in fietst, dan weet hij hoe belangrijk aerodynamica is. En als hij wel eens met 120 tegen de wind in fietst, dan vraag ik me af hoe hij dat doet. Maar dan... omdat die auto zo efficiënt rijdt, laat hij ook efficiënt. Dus hij rijdt zeg maar het is een beetje complex misschien, maar hij rijdt 2,5 keer zo ver op 1 kWh. Dus als je laadt en je laadt 1 kWh, dan heb je ook 2,5 keer zoveel kilometers geladen per tijdseenheid, zeg maar. Dat maakt dat als jij onze auto oplaadt aan een gewoon stopcontact in de muur, dan laat hij net zo hard als een Tesla aan een speciaal laadpunt. En dat maakt dat de infrastructuur waar iedereen het over heeft, die elektrische infrastructuur die nodig is voor elektrische auto's, voor ons niet nodig is. Want wij rijden gewoon op de zon en op stopcontact. Dus wij kunnen onze auto wereldwijd verkopen. Hier dus, blauw is onze markt. Oranje ook. Elon Musk slaapt op Tesla. Oranje is ook onze markt, wat een goede infrastructuur zou voor ons zijn. Maar dus wij kunnen verkopen in landen waar ze nog geen infrastructuur hebben. Die opbrengst in zonnekilometer is natuurlijk afhankelijk van waar je woont. Zuid-Europa is natuurlijk beter dan Noord-Europa. Maar wat is vooral nog niet te Dat wordt steeds beter. Zenden worden beter, batterijen worden beter, alles wordt beter. En het laden ook. Stel je voor, ik woon in Rotterdam. Dan hoef ik maar 5 keer te laden per jaar. Maar als ik het nou in Barcelona doe en ik rijd 10.000 kilometer, hoef ik nog maar 1 keer te laden per jaar. Dat is heel comfortabel. Deze tool staat gewoon op de website en daar kan je mee spelen. Inmiddels zo'n 70 mensen hier. Niet alleen uit Nederland. Je hoort als je boven de derde verdieping rondloopt, hoor je Grieks en Spaans en Engels en Italiaans. Wij trekken talenten aan uit heel Europa, ook nog wel daarbuiten.